Het parlement heeft vandaag de wet Vriendschap en Samenwerkingsovereenkomst tussen Suriname en Servië met algemene 30 stemmen goedgekeurd. Het voordeel van deze wet is dat Suriname en Servië de banden met elkaar verstevigen op diverse gebieden, zoals economie, cultuur en historie. Minister van Buitenlandse Zaken Ildis Bolak Bigli benadrukt dat Suriname zoveel mogelijk vriendschappen en relaties moet aangaan. Dat is normaal in een globaliserende wereld. Voorafgaand aan deze wet is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen beide landen en wel op 10 februari 2018. Ik denk dat het belangrijk is dat we dan benadrukken dat allianties met gelijkgerichte partners heel belangrijk zijn om de gestelde doelstellingen van ons land te kunnen bereiken. In het kader van deze overeenkomst is het goed te benadrukken dat we recentelijk een nieuwe impuls hebben gegeven aan deze jarenlange vriendschap of relatie door een aantal concrete zaken te ondernemen. Het eerste is dat wij het werkbezoek hebben gehad van de First Deputy Prime Minister, tevens de Minbusa, hier in Suriname in februari 2018. Een tegenbezoek tijdens Suriname heeft plaatsgevonden in hetzelfde jaar in juli. En tijdens deze uitwisseling is in ieder geval naar voren gekomen dat er een noodzaak is dat op politiek niveau de staatshoofden van beide landen met elkaar in conclaaf treden en de banden versterken. En zo is ook de president uitgenodigd een officieel bezoek af te leggen aan Servië. Minister van Buitenlandse Zaken Ildis Bolak Bigli vandaag voor de aanname van de wet Vriendschap en Samenwerkingsovereenkomst tussen Suriname en Servië. De wet is met algemene 30 stemmen aangenomen.